Goedenavond allemaal. Welkom bij het practicum koffiebonen branden. Wat gaan we doen tijdens dit practicum? We gaan bepalen hoeveel water er verdampt tijdens het koffiebranden. En hiervoor hebben we nodig 2 ongebrande bonen. Dus dat zijn de groene bonen. Jullie hebben in het filmpje hiervoor kunnen zien hoe je van koffiebes naar groene boon toe gaat. En hier hebben we dus 2 soorten groene bonen. 1 is de Mocha Limu uit Ethiopië. Dat is deze boon. En we hebben de Yellow Bourbon uit Brazil. En wij gaan nu dadelijk de bonen afwegen. Op een huis-, tuin- en keukenweegschaaltje. Beide bakjes wegen we af tot 100 gram. En daarna gaan we ze allebei branden in ongeveer 12 minuten. Daarvoor heb ik een stopbordje om dat goed bij te houden. En daarna gaan we de bonen, als ze gebrand zijn, weer wegen. En als we dan de beginmassa van de eindmassa, van de massa na het branden, aftrekken, dan kunnen we bepalen hoeveel waterdamp er is vervlogen. We gaan eerst nu de koffiebonen wegen. Dat doen we in een klein schaaltje gewoon. Doen is eerst de weegschaal aanzetten. En daarna zorgen we dat hij is nu automatisch geaard. Het bakje weegt natuurlijk ook wat. En we gaan nu 100 gram bonen erin doen. Hé, waar een pom? Het is 100 gram. En we gieten de bonen erin. Hé, bij Rempel, weer 100 gram. Nou, dat is mooi. Dan hebben we de koffiebonen gewogen. Dit waren de Braziliaanse bonen, de laatste. En nu gaan we ze branden. Dus ik zet ze even hier neer. De linker is de Ethiopische. Waarom hebben we nu 2 bonen genomen? We hebben 2 bonen genomen omdat we kunnen dan kijken of er een verschil, of het vochtgehalte van deze bonen, gedroogde bonen, of dat verschilt. Nu gaan we branden. De Ethiopische bonen gaan we in het pannetje doen. Daarbij zet ik hem op de 4e stand. We koken hier op inductie, maar het maakt verder niet uit wat voor een hittebron je gebruikt. Je kan ook gas of je kan ook gewoon houtvuur gebruiken. En voor inductie, de werking van inductie is natuurlijk heel interessant. Dan verwijs ik naar het practicum van Bart van vorige week. Koffiebonen, de Ethiopische koffiebonen, in het pannetje. En dan moeten we ook nog een beetje goed roeren. Dan ga ik proberen om jullie te laten zien wat er dan aan het eind van het branden gebeurt. Dus we gaan kijken of we de interessante popjes, de zogenaamde pops van de koffie, kunnen filmen. Er zijn namelijk 2 popjes, dat kan je vergelijken als een soort popcornpopjes, waarbij echt de chemische stoffen worden omgezet. We waren nog 1 dingetje vergeten, we moeten natuurlijk ook de stopbordje even zetten, dus die zetten op 12 minuten. En dan gaan we. We zijn nu ongeveer 3 minuutjes bezig. En de koffiebonen die worden hartstikke lekker bruin. En het gaat ook al een beetje roken, dus dat is goed. Want wij kennen natuurlijk allemaal de bruine koffieboon uit het westen. En waarom roer ik nou zo goed? Want ik wil niet dat ze aan één kant verbranden. Er ontstaat al nu een hele chocoladeachtige kleur. En dat betekent dat het omzetten van de glucose al is begonnen. En ik zie ook heel veel rook ontstaan. En vandaar dat we dit praktisch ook niet in de klas doen, want anders hebben we de brandweer binnen de rook hier op de stoep staan. Nou, we zijn nu iets verder, 7-8 minuten. We zijn nu 5 minuten verder bezig. En je ziet dat het nu echt hard gaat. Het wordt echt wel lekker bruin. De meeste glucose
uit de bonen en de lactose, die wordt omgezet nu in een nootachtige karamel. En dat is ook wat de koffiesmaak zeg maar bepaalt. Seconde, je ziet echt dat het lekker dark roast al is. Ik ga het pannetje van het vuur halen. Ja. En dan gaan we de boontjes koelen. Dat doe ik in een ijzeren hapje. De timer is nu echt 12 minuten gepasseerd. Ik ga nog even hier, je ziet echt dat het lekker bruin is. En ik ga ze nu koelen in een ijzeren bakje. Zo. Ga ik even buiten zetten. Nu kunnen we ook direct de Braziliaanse bonen, die ga ik nu koffen. Goed. Ook even een timertje van 12 minuten zetten. Hier in op 12 minuten. En we gaan weer lekker roeren. Deze bonen is nog helemaal groen, zoals je kan zien. Oh, hij is een beetje bruin geworden. De Braziliaanse boon begint nu ook met de eerste pop. De eerste is volgens mij het hardste. Naar de thiazolen. Uranen en pyrazines die de smaak aan de koffie warm geven. En wat we zien is waterdamp wat uit de boom staat. Nou, bij deze boom zie je duidelijk meer velletjes. Afzuiger weer aangezet. Het gaat echt naar het geluid even uitzetten. Dus elke boon kan twee keer poppen. Bij de eerste pop ontstaan de meeste stoffen en bij de tweede staan iets minder geen stoffen. Maar in totaal ontstaan ongeveer 700 chemische stoffen. Dat kan ik niet allemaal opnemen, maar daar zijn we onderzoeken naar. Met name vetten en de glucose die worden omgezet, maar ook de mineralen. Nog 4 minuten en dan zijn de bonen klaar. De hittebron is constant. Ik kook op inductiestand 5 en 6. En als je dit op gas gaat doen, dan zou ik gewoon een middelgroot vuurtje nemen. Je kan hem iets lager zetten als wat te hard gaat. Dat te veel verbrand. Maar je kan het ook boven een houten vuurtje doen en dan op gevoel. We gaan nu de laatste minuut in. Je ziet wel dat het nu echt dark tot medium roast is. In het echt doen ze dit natuurlijk in de fabriek en dan gaat het iets meer gelijkmatig. Want ja, je kan maar beperkt roeren. Niet echt super goed roeren. En we gaan ook deze boon, dat was de Yellow Bourbon Brazil boon, gaan we ook afkoelen. Hier staan onze gebrande bonen. We waren begonnen met 100 gram aan de linkerkant Mocha Limo Ethiopië. En aan de rechterkant hebben we onze Medium Dark Roast Yellow Bourbon Brazil. En wat wij nu gaan doen is dat we de bakjes opnieuw gaan meten, want dan weten we hoeveel
gas er is verdampt, met name waterdamp. Hier hebben we onze Casanova weer. We hebben het bakje dat we aarden op 0 gram. En vervolgens ga ik eerst de Ethiopische bonen erin doen. Dat is wel spannend. Ik heb de vliesjes gewoon laten zitten, maar die kan je er heel makkelijk gewoon uitblazen. Hé, 80 gram. Dat noteer ik even ergens. 80 gram. En we gaan vervolgens de Braziliaanse bonen wegen. Even het bakje weer aarde. 0 gram. Voilà. En nu gaan wij de Yellow Bourbon Brazil bonen wegen. Ook hier heb ik de vliesjes gewoon laten zitten. En die zijn iets... 78 gram, dat scheelt maar 2 gram. Dat zou natuurlijk komen omdat het pannetje al heter was. Of de boon was van tevoren beter gedroogd. Maar we kunnen nu kijken wat, welk percentage aan water is verdampt.